De big band van het Prins Klaus Conservatorium heeft vandaag druk gerepeteerd. Morgenochtend treden zij op de Grote Markt op voor het koningspaar tijdens hun bezoek aan de stad. Ondersteund door een zangeres spelen ze een gevarieerd programma met vooral big band klassiekers. De big band heeft veel geoefend voor dit bijzondere optreden. Ja, natuurlijk. De nationale televisie komt, de koning komt, dus dat doe je niet zomaar. Dus we hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan dit programma. Vanmiddag nog een repetitie en dan komt het goed voor morgen. En thuis tot diep in de nacht geoefend? Nou, dat vinden de buren niet leuk, maar ik heb inderdaad hard gewerkt, dat klopt. Optreden voor de koning en de koningin is voor de muzikanten erg bijzonder. Ja, eigenlijk wel. Maar dat is ook wel leuk, dat je als zangeres met zo'n hele grote band mag staan, allemaal blazers en ja, dat is wel heel leuk. Dat is een grote eer natuurlijk als Nederlander, ja dat wil iedereen wel, dus daar ben ik persoonlijk heel blij mee. En daarnaast vind ik het ook te gek, want iedereen hier in het hele conservatorium vindt het fantastisch om muziek te spelen. En ik hoop om ze daar iets van mee te geven, dat ze daar iets van oppikken, dat zou ik mooi vinden. Ondanks de extra spanning is de big band klaar voor het optreden. Het heeft wel net een kleine beetje extra spanning, maar het is vooral gewoon heel erg leuk. En een eer natuurlijk, om daar te mogen staan. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. Geen slapeloze nachten? Nee, geen slapeloze nacht. Morgenochtend om 9:30 is te zien wat het harde werken heeft opgeleverd.